je kunt eigenlijk zeggen dat de verkiezing van Trump en alles wat dat betekent heeft voor de aandelen- en obligatiemarkten in termen van rentes veel belangrijker is geweest dan het hele opkoopprogramma van de ECB in de afgelopen jaren. Gevolgen van het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank, hè, quantitative easing, zoals dat heet, is dat het dus niet zozeer heeft geleid tot een hogere economische groei in de eurozone, ook niet hogere prijzen, dus meer inflatie in de eurozone, maar dat het vooral neergeslagen is in de prijzen van staatsobligaties, maar ook ten dele van aandelen. Dus met andere woorden, wij noemen dat asset price inflation. Het heeft weinig effecten gehad voor de reële sfeer en wel enorme effecten in termen van de financiële sfeer. Wie heeft daar last van? De mensen die dus obligaties hebben, staatsobligaties en aandelen in mindere mate, die hebben er last van omdat de prijzen van die obligaties en ook aandelen verstoord zijn door een kunstmatige kapitaalmarktrente, die dus kunstmatig beïnvloed is door de Europese Centrale Bank. En nu de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat men dat programma op termijn heel langzaam en heel gematigd gaat afbouwen, betekent dat uiteindelijk dat die prijzen weer naar marktprijzen moeten. Nou, dan zou ik niet graag in obligaties beleggen, om maar even te geven. Terugkijkend, had de ECB dit programma moeten opstarten? Nee, om een aantal redenen. De eerste reden is, het was niet nodig. De groei die was toch wel aan het herstellen. Dus dat is een drogreden. Twee, het is niet effectief geweest, want het heeft nauwelijks geholpen. Getuige mijn uitspraak dat de verkiezing van Trump en alles wat hij aangekondigd heeft meer effect heeft gehad dan het hele opkoopprogramma van de ECB. En ten derde, de ECB heeft zijn mandaat overschreden. Want de ECB is dus in het domein van monetaire financiering gekomen. En dat is verboden volgens het verdrag van Maastricht. En daarmee heeft de ECB haar eigen geloofwaardigheid en reputatie als onafhankelijke centrale bank mee ondergraven. Wie gaat de ECB daarop corrigeren? Dat moet de ECB natuurlijk uiteindelijk zelf doen. Alleen president van de ECB, Mario Draghi, heeft nog 2 jaar te gaan. Dus die heeft niet zo'n zin om op een zeker moment in snel tempo dat hele opkoopprogramma af te bouwen. Dus je ziet ook dat de ECB, hoewel de groei, de economische groei in de eurozone en de Europese Unie fantastisch is, de ECB slaagt er niet in om die inflatie naar die target van 2% te krijgen. Is ook niet de bedoeling. Maar je ziet dus gewoon dat men geen haast heeft om dat af te bouwen. En ik begrijp wel waarom. Omdat ze weten wat de gevolgen daarvan zullen zijn. Dat betekent dat de prijzen van obligaties, maar ook van de aandelen, gecorrigeerd zullen worden. En dat wil niemand meemaken. Zeker ook niet de ECB zelf. Want de ECB heeft zelf 3 tot 4 triljoen securities, dus staatsobligaties en corporate bonds, op zijn eigen balans staan. Ja, en dan ga je niet zo gauw de rente verhogen. Want dan weet je dat het vermogensverlies ook voor de centrale bank zelf is.